In deze video lees ik enkele stukken voor uit de Surinaamse media, specifiek uit de dagbladen van 27 en 28 juli 2024. Het eerste stuk, uit Dagblad Suriname, bespreekt de huidige relatie tussen de ABOP en PL, zoals verduidelijkt door vicepresident Ronnie Brunswijk. Het tweede stuk, uit SunSR, belicht de ambitieuze plannen van NDP-parlementariër Aswin Adhin om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Deel je mening over deze artikelen in de reacties. Stuk nummer 1 heet. Niets aan de hand met de relatie tussen de ABOP en PL. Dit stuk staat in Dagblad Suriname, Herald van 28 juli 2024. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Er is niets aan de hand met de relatie tussen de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij, ABOP, en de pertje Aluvur PL. Dit zei vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk voor aanvang van de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers. Er kan niet veel gezegd worden over de relatie tussen de ABOP en de PL. Afgesproken is dat beide partijen afzonderlijk aan de verkiezingen zullen meedoen. Dat is het enige dat er gebeurd is, verklaart de VP. Verrast. Ik weet niet waarover Paul jou verrast zou moeten zijn. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt, benadrukt Brunswijk. De bedoeling was dat de ABOP en PL als nieuwe politieke partijen zouden opreizen. Somohart Joog heeft aan dat hij niet uit zijn partij vaat. Dus dat betekent dat, als je partij blijft bestaan, wij niet met een nieuwe partij kunnen bevinden, benadrukt Brunswijk. Voor nu zullen de partijen de verkiezingen alleen even aan. En na de verkiezingen zullen zij dan weer bij elkaar komen mocht er een nieuwe revering gevormd worden. Er zijn veel andere redenen waarom de beide partijen niet samen zouden werken. Als de twee partijen zouden opgaan in een nieuwe partij, zouden de oude partijen moeten ophouden te bestaan. Alle leden van de ABOP zouden overgaan naar de nieuwe partij. Dat moest gebeuren. Al vier jaar lang wordt er versproken over samen de verkiezingen ingaan en bij elke vervadering werd dat benadrukt. Op 20 juli zou het finale besluit genomen worden en beide partijen zouden een persconferentie beleffen. De PL geeft aanpas in december later dit jaar een persconferentie te willen beleffen. Er is geen sprake van spanning tussen de beide partijen, benadrukt de VP. Ik ga nu pas kijken of andere partijen openrijd zijn samen te werken met de ABOP, eerst als de focus op PL. Het tweede stuk dat en tevens laatste stuk dat ik voor nu ga voorlezen, heet, Adhin. ik ga 100% voor het presidentschap. Dit stuk staat in Dagblad, zijn SR van 27 juli 2024. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Ik ga 100% mijn vader zou zeggen 1000% voor het presidentschap, verklaart NDP-parlementariër tevens gewezen, vicepresident Aswin Adhin in gesprek met Sun. Adhin die ambities heeft voor het presidentschap, is momenteel 44 jaar oud. Gedurende zijn ambt als vicepresident in de periode 2015-2020 was hij 35 jaar oud. Hij is de geschiedenis ingevaan als de meest jonge vicepresident van Suriname. Op 30-jarige leeftijd werd hij benoemd tot minister van Onderwijs en Volksontwikkeling. Note: niet de jongste in de geschiedenis, die was Alice Amavo van TCT tussen 2005 en 2010, ze was nog geen 30 jaar oud. Toen ze haar 30ste jaar de verdacht middels staatsmiddelen, werd ze tezijde geschoven. Al sedert zijn jonge jaren heeft hij de politieke inschattingen en de verschillende ontwikkelingsaspecten mogen absorberen. Gedurende zijn vicepresidentschap heeft hij een zekere bagage qua politieke ervaringen, beleidsaanverlegenheden en het bestuurlijke zowel op nationaal als internationaal niveau meegekregen. Ik ga die ervaring niet tezijde gooien. Nu is het tijd geworden, het momentum is daar, verklaarde de NDP-ondervoorzitter. Hij benadrukt de energie en zijn leeftijd ook mee te hebben. Hij voelt zich ready om zich dynamisch in te zetten voor de race van het presidentschap en dit ook met beide handen te aanvaarden en zo optimaal mogelijk invulling hieraan te veven. Adin beklemtoont dat er zoveel aan het volk wordt beloofd. Echter, deze worden niet gerealiseerd. Een paar fundamentele zaken die gerealiseerd moeten worden, zouden hieraan te grondslag liggen. Hij praat hierbij in termen van nationale en regionale autonome planning die een zekere autonomiteit moeten krijgen. Dit heeft hij verdurende zijn ambt van vicepresident uitvoerder uitgewerkt. Zijn streven is erop gericht de zorg voor te draven dat de ontwikkeling prevaleert boven politiek opportunisme. Hij gaat terug in de geschiedenis en geeft aan dat Weile Frank Est altijd heeft benadrukt dat voor het brengen van ontwikkelingen tenminste een paar vereisten gesteld moeten worden. Er moet geen sprake zijn van politieke versplintering. Nu is het tijd geworden om die nationale autonome ontwikkeling in place te brengen, stelt ADHIN. Er moet sprake zijn van ontwikkeling zowel bij elke burger als bij de overheid. Het is van belang dat het aspect van ontwikkeling zoveel als mogelijk wordt nagestreefd boven het politiek opportunisme waarvan heden ten daven sprake is. Hij praat in termen van het aspect van sociaal-economische ontwikkeling. De situatie van de huidige regering verwoordt hij als volgt. De mannen zijn zo gefocust op economisch en dan slechts monetair. Ze spelen met geld, schuiven met geld links en rechts. Dit zal niet zorg voor extra productiviteit. Het is vrijwel zo goed als zeker dat NDP-voorzitter Jenny Simons ook voorgedragen zal worden als presidentskandidaat bij de komende verkiezingen. Volgens ADHIN is dat een democratisch recht. Dat waren dus enkele stukken uit de Surinaamse media-dagbladen. Uw mening over deze stukken kunt u onderaan de video plaatsen.